Welkom bij de instructievideo waarin ik ga laten zien hoe processtappen kunnen worden geoptimaliseerd in de kostenstandaard. Dit doen we in het alternatiefscherm onder de gekozen processtappen. We klikken hier op het plussymbool om een optimalisatie te starten. Als voorbeeld gebruik ik de optimalisatie van een diameter van een transportleiding. Dit voer ik hierin als naam. Ik laat het veld met omschrijving voor nu even leeg. Bij de keuze voor een processtap kies ik uit de zelf ingevoerde processtappen uit de transportleiding. Bij parameter kiezen we de te optimaliseren parameter. In dit geval binnen diameter. Bij uitvoer vinken we de parameters aan waarmee we de optimalisatie willen uitvoeren. Hier kies ik nu voor exploitatie, maximale leidingssnelheid en specifiek energieverbruik. Onder het kopje bereik geven we de waarde voor de x-as op. We zien dat de huidige binnendiameter op 700 mm staat. We kunnen hier met de begin- en de eindwaarde het bereik opgeven waarbinnen ik naar een optimale waarde wil zoeken. Kies hier voor een minimum van 200 mm en een eindwaarde of een maximum van 1200 mm. Bij stap wordt de stapgrootte in de resulterende grafiek gekozen. Ik kies hier nu voor een stapgrootte van 50 mm. Onder de kop grafiek kies ik de maximale waarde voor de y-as. Hier kies ik een waarde waarbinnen de drie opgegeven uitvoerparameters vallen. In dit geval kies ik voor 20. Vervolgens klik ik op opslaan. Nu krijgen we een grafiek te zien. Hier zien we op de x-as de verschillende waarden voor de binnendiameter en met de gekleurde curves de resulterende waarden voor de drie opgegeven uitvoerparameters. Uiteraard is deze grafiek specifiek voor de leiding binnen ons zelfgemaakte alternatief en de daarbij horende waarden voor verschillende parameters, bijvoorbeeld het ontwerpgebied. Een conclusie die we uit deze grafiek kunnen halen is dat de laagste exploitatiekosten worden behaald bij een diameter rond de 750 mm, aangezien de rode curve dan op zijn minimum zit. Een beslissing die op basis van de grafiek kan worden gemaakt is om niet voor de meest voordelige leidingdiameter te kiezen, omdat de maximale leidingssnelheid dan bijvoorbeeld te hoog komt te liggen. Dit wordt weergegeven met de blauwe lijn in de grafiek. Of mogelijk omdat het energieverbruik dan te hoog ligt, weergegeven met de groene lijn. Met de rechter muisknop kunnen we eenvoudig de grafiek kopiëren als afbeelding. Of eventueel opslaan op onze computer. Wanneer we naar beneden scrollen, zien we de bijbehorende tabel met daarmee de specifieke waarden. Om de inzichten uit de optimalisatie door te voeren in de processtap, moeten we deze handmatig invoeren. Dit doen we door in de bovenste balk te klikken op ons alternatief. Vervolgens naar de processtap transportleiding te gaan. En hier de gewenste waarde voor de parameter in te voeren. In dit geval kies ik voor een binnendiameter van 800 mm. En in de opmerking laat ik weten dat ik dit kies op basis van de optimalisatiestap. Vergeet vervolgens niet om op opslaan te klikken om de wijziging door te voeren.